Het is 5:30. Mijn naam is Sanne Tjerk Fokkens met het Leo FM Nieuws. De Sneker Trekweg is vanaf komende vrijdag tot en met zondag 28 augustus dicht voor autoverkeer. De weg wordt tussen de Zuidersingel en de splitsing met de Marshallweg opnieuw ingericht. Deze herinrichting loopt vooruit op de voltooiing van de nabijgelegen westelijke invalsweg. De route verbindt de nieuwe rondweg om Leeuwarden, de zogenaamde Haak, met het westelijk deel van de binnenstad en de westelijke bedrijventerreinen. De winkels en bedrijven aan de Sneker-Trekweg blijven bereikbaar. Maar liefst 319 kinderen van de Willem-Alexanderschool in Leeuwarden hebben vanochtend een sponsorloop gehouden. De opbrengst van deze sponsorloop is voor een schoon drinkwaterproject van UNICEF en bedraagt maar liefst €5.674. De keuze voor dit project is vanwege het feit dat de school op 13 mei een zogenaamde gezonde school is geworden. Zo is het op de school iedere woensdag waterdag. De kinderen kozen ervoor om een actie te houden om ook voor andere kinderen schoon drinkwater te krijgen. De actie betekende tevens voor de kinderen de laatste schooldag voor de zomervakantie. ING wordt de hoofdsponsor van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. De overeenkomst is gistermiddag getekend in het Fries Museum in Leeuwarden. Burgemeester Vert Kroonen is zeer verheugd met ING als hoofdsponsor. Volgens hem is het een teken van groot vertrouwen dat de bank zich verbindt aan de culturele hoofdstad. Ook gedeputeerde Sietske Poepjes is enthousiast. Volgens haar is de bank een partij die het evenement van extra cachet voorziet. Fion kiest Leeuwarden als locatie voor een nieuwe slachterij voor runderen. Met korte transportafstanden en betere condities als gevolg voor de dieren in het centrum van de veehouderij in Noord-Nederland. De nieuwe slachterij, waarin een investering van circa 15 miljoen euro is gemoeid, zal werk bieden aan 100 medewerkers. Fion is een internationale vleesproducent met locaties in Nederland en Duitsland en verkoopkantoren in 16 landen over de hele wereld. Er is de laatste tijd sprake van meer auto-inbraken in Leeuwarden. Volgens de politie is er sprake van een flinke toename bij personenauto's en bedrijfsauto's. De daders zijn over de gehele stad actief en nemen van alles mee. De politie adviseert mensen dan ook om geld en waardevolle spullen uit de auto te halen. Dit geldt ook voor zaken als kleren en boodschappentassen. Sinds afgelopen donderdag loopt heel Leeuwarden vol met dwalende jongeren met een telefoon in de hand. Pokémon Go. Het is een app waarmee je op straat Pokémon kunt vangen. De bedoeling is dat je een leger kunt vormen met zo'n 250 strijders. Deze beestjes lopen door de hele stad. Bij de Mac, in de Prinsentuin, Zuiderburen, bij het station en in heel Bilgaard. Het is echt meer dan een spel. Het haalt mensen achter hun scherm thuis vandaan en brengt iedereen de straat op en de stad weer in. De aandelen van Nintendo, de makers achter het spel, zijn inmiddels fors gestegen. En dan nog het weer op Leo FM. Vanmiddag veel bewolking en een paar buien. Het is 17 of 18 graden. Een matige of vrij krachtige wind, afkomstig uit het noordwesten. Vanavond eerst nog buien, daarna opklaringen en temperaturen rond de 10 graden. Morgen breekt de zon door en wordt het 19 graden. Dit was het nieuws op Leo FM. Voor het laatste nieuws gaat u naar onze website www.omroepleo.nl en u kunt ons volgen via Twitter @omroepleo.